En klik op installeren. Nu gaan we het dus uitproberen. Allurio. En hier is het. Met gestreepte 0. Met de L met curve. En met hoofdletter I met streepjes. En dit was het oorspronkelijke Roboto. Waar dit niet het geval was. Dit is het oorspronkelijke Roboto. Nu ga ik toch nog een woordje zeggen over licenties. Roberto San, Droid San en Roboto zijn gelicentieerd onder Apache 2. De lettertypes die een Apache 2 licentie hebben, kan je veranderen naar je eigen smaak. Je kan er een andere naam aan geven en de nieuwe naam registreren op jouw bedrijf of naam. Je kan de gewijzigde delen van de code publiceren onder gelijk welke licentie. Daarentegen ben je verplicht al de ongewijzigde delen van de software te publiceren onder de Apache licentie. Een lettertype onder Apache 2 mag apart verkocht worden. Dus het spreekt vanzelf, als je slechts 3 letters verandert in een lettertype onder Apache 2, dat je natuurlijk niet al die delen kan onder jouw naam plaatsen. Dus jouw gewijzigd lettertype moet alle originele copyright-vermeldingen bevatten als je het op jouw beurt verdeelt. Vandaar dat ik de copyright-vermelding van Google laat staan. Dus elk gewijzigd bestand moet ook een tekstbestand bevatten over alle veranderingen die je gemaakt hebt aan het origineel. Stel dat je dit wil aan iemand anders geven, dan moet je een apart tekstbestand aanmaken waarin je verklaart dat je aan Roboto, het originele Roboto, de 0 gewijzigd hebt, de hoofdletter I en de kleine L. Je hebt dan ook, als je Google Fonts downloadt, die hebben dikwijls een SEL-OFL licentie. SEL is Summer Institute of Linguistics en OFL is Open Font License 1.1. Die laat het insluiten van een lettertype in een commercieel programma toe. Dat is ook het geval bij Apache 2. Het lettertype mag niet apart verkocht worden, maar wel gebundeld met een ander commercieel programma. Onder Apache 2 mag het lettertype wel apart verkocht worden. Dus dat is ongeveer alles wat ik wou zeggen, aangezien we hier louter Apache 2 licenties gebruikt hebben. Mocht je ooit een Google Font onder SIL-OFL licentie veranderen, dan ben je verplicht het veranderd lettertype onder dezelfde licentie te laten, onder SIL-OFL. En je kan dat lettertype dan niet apart verkopen. Dat is ongeveer het belangrijkste. Maar als je het ooit wil doen, raadpleeg liefst een advocaat, want dat luistert heel nauw, die licenties.